Er komt op vrijdag 22 juli rust in de tent bij de Algemene Bond Personeel Binnenlandse Zaken, APPO. Dit legde Joyce de Vlucht, voorzitter van de taskforce, die in het leven is geroepen door de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, COL, vandaag uit tijdens een persconferentie. Het conflict dat eerder is ontstaan binnen het bestuur van de APPO moet met de verkiezingen worden weggewerkt. De kampen hebben dan gevraagd aan hun moederorganisatie, de COL, om te interveneren hierin, om tot de oplossing te komen. De interventie die ze hebben gevraagd aan de COL is schriftelijk geweest. De COL heeft dan eerst gesprekken met de mensen over en weer gehad en is dan tot het besluit gekomen, tezamen met de mensen, om een taskforce in te stellen om de verkiezingen te organiseren. Vanuit beide kampen heeft de COL een vertegenwoordiger samen ingesteld. Zo heb je meneer David Bakker, die vanuit kamp Lucien de vertegenwoordiger is. En meneer Salons Mike, die vanuit kamp Grant, dat is de huidige voorzitter van de ABP Binnenlandse Zaken, de vertegenwoordiger is. De Vlucht merkt verderop dat de taskforce gesprekken heeft gevoerd om de zaak in goede banen te leiden. Alle ambtenaren die op het departement van Binnenlandse Zaken werken, zijn opgeroepen en geïnformeerd over de mogelijkheid om mee te doen met de verkiezingen. Het is de bedoeling dat wij, waarom we die persconferentie beleggen, is om de ambtenaren, allemaal die lid zijn van de bond, van personeel, dan moet ik goed zeggen, ambtenaren aangesloten bij de Algemene Bond Personeel Binnenlandse Zaken. We roepen allemaal op. Het is een open verkiezing. Het gaat niet alleen om kamp Lucien of kamp Grant. Iedereen mag deelnemen aan de verkiezingen. Als jij vindt dat je een groep wil samenstellen en je vindt jezelf capabel genoeg om voor het voorzitterschap. Er zijn kandidaatlijsten te verkrijgen, ook bewilligingslijsten. Vanaf komende maandag zijn deze lijsten, kunnen ze worden opgehaald. De Vlucht zegt verder dat de lijsten op het secretariaat van de COL als bij de Algemene Bond Binnenlandse Zaken kunnen worden opgehaald. Het gaat om kandidaat- en bewilligingslijsten. De sluitingsdatum voor inlevering van de lijsten is maandag 18 juli. Het conflict binnen de bond was van die aard dat minister Somohadjo van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat hij niet kan communiceren met twee partijen.